So this is the so-called Driessen collection. It reflects the legacy of the family Driessen. This collection was one of the reasons that the textile museum started in 1958. And the family Driessen collected everything on the field of printing and dyeing. Felix Driessen, born around 1850s, he did a study in Turkish red, based on organic plants, on mother. And the red is absolutely fabulous. Yes. So did you find a real recipe for Turkish red in one of the archive books? We found a lot of attempts, and a lot of examples of how to improve the recipe. And some, I think, they are also really difficult now to remake it. To make this sample that you see here before the dyeing and after the dyeing, here they use also 20 liters of Rinderblut, of cow blood, animal blood. There are technicians who state that the blood had a specific usage in the making. Others, it was just a alchemy kind of process, almost magical, to get a brighter red. For a designer, I think it's almost like a fantastic playground to work with, because it's almost as having your own research already done. To start from something that, you know, you didn't almost, you didn't create it, you didn't design it, but you have all these sources of inspiration for your own work. These are the machines, some of the machines that the Driessen family has inside the Heider company. There's so much work that has been lost or, has disappeared. It's just a fantastic composition. You see how, you know, the patterns are placed in the pages. The layout is fantastic. Yeah, I think what is fascinating about Turkish red and the attempt to recreate it or studying it, it's that it belonged to really different cultures and was one of the first example of globalization, because it really traveled from the East to Europe and has been important, and studying really a lot of different cultures to obtain the, you know, the perfect and brightest thread as possible. Yeah, and actually there's also quite funny story, because the Turkish thread has been the first case of industrial espionage. So I think it's also really interesting. Ja, het Textielmuseum heeft een grote Art Nouveau stoffencollectie. Dit mooie stuk, dat is van Michel Ducocrop. Hij gebruikt heel vaak elementen uit de natuur. En die styleert hij heel erg. En in de vakterminologie van toen zeiden ze dat worden vlakornamenten. Dus je ziet er eigenlijk geen diepte in. Ja, wat ik heel mooi vind aan die dessins uit de Art Nouveau-tijd is dat die... dat de bloemen heel erg gestileerd worden en dat je een hele mooie grafische herhaling ziet. En dat wil ik ook in mijn collectieopdracht toch wel onderzoeken, of ik ook iets van die lijnvoering van de Art Nouveau-stijl kan gebruiken in mijn eigen dessins. In het textiellab hebben wij ook een grote passementweverij. En ik heb van jou begrepen dat je dat wel een uitdaging vindt om daar iets mee te gaan doen. Ja. Maar ik wil je toch een paar mooie antieke passementen, koorden, tressen, bandjes uit vroeger tijden laten zien. Zoals bijvoorbeeld dit mooie goudwerk. Oh ja, ook mooi, helemaal met die bloemetjes erin gemaakt. Heel fijntjes. Kijk, hier zie je nog meer bandjes die in zo'n passementenweverij werden gemaakt. Mm-hmm. Ik vind het hier wel mooi dat het toch ook weer een soort van lijn van een pen lijkt. Daar ben ik altijd naar op zoek om technieken te vinden die eigenlijk mijn tekenhand vervangen door naald en draad. En hier zit ook een soort, soort van handschrift in. Als ik dit zie, dan vind ik het heel bijzonder om te zien hoe je met samengestelde draden weer tot nieuwe structuren kan komen. Dat het toch bloemige vormen zijn en dat het allemaal is begonnen met eigenlijk een klosje garen. Het zijn eigenlijk kleine stalen van macramé. Vaak denken mensen ook als ze mijn werk zien van, heb je dat gemacrameed of gekantklost? Of, dus dat is grappig, dat die technieken, dat ligt toch dicht bij welke mijn... Welke techniek gebruik je dan? Die tekende illustraties met de naald van de naaimachine. Zo weer samensteld tot nieuwe vormen. Ik denk dat het wel interessant is om te kijken hoe ik met mijn werk dat fragile toch nog kan krijgen, ook al is het met een machine gemaakt.
when we first arrived here, we were quite overwhelmed, and it was, I think you probably remember that it was very difficult for us also to choose eventually which technique we would work with. Each technique is more interesting than the other, and so many different possibilities, and when you start so open, it was quite a challenge to narrow it down. This is made for the wedding of Queen Juliana and Prince Bernard in 1937, the weapon. Wow. I really like that the same color of the textile and the embroidery is making it very subtle, and it's kind of modest actually. If you would look at it from far, you would probably just see a white piece of textile. In former times, you know, people had a lot of nice tablecloths, table linen, and in the beginning of the 20th century, Chris Lebeau designed quite a lot of them. He designed everything on itself, so not just rescaling the design, the pattern. These napkins all are from Chris Lebeau, and he was one of the most famous damask designers. What is interesting to see here is that you can embroider monograms, but also do it like this. This is one of the sample books we have. It's from a firm in Groenlo. We would like also to imagine that whatever we make would last and be used for many generations, and I think like it's really nice to make something which looks good when it's new, but also looks good when it's aging, and then maybe gets more of a character. We staan hier in het technisch depot waar machines, werktuigen, maar ook driedimensionale objecten bewaard worden, zoals deze vitrinekastjes. Dit zijn eigenlijk educatieve kastjes waarin je kan zien hoe van een grondstof, in dit geval katoen, van het ruwe product uiteindelijk een draad of weefsel wordt gemaakt. Tijdens mijn reis in Mali heb ik samengewerkt met de ambachtsvrouwen die van het ruwe katoen eigenlijk een handgesponnen garen spinnen. Dus het is interessant om te kijken hoe zo'n garen zich dan ontwikkelt en om te kijken of je een eigen garen kan ontwikkelen. Ja, dit is een instructiekist van de wollen dekenfabriek AB uit Tilburg. En het was bedoeld om inzichtelijk te maken hoe een wollen deken gemaakt werd. De stof komt tamelijk ruw van het getouw, dat zie je hier. En dan werd het met natuurdistels en dan op een machine, ook later wel metaal, werd dit dus rondgedraaid, zitten allemaal haakjes aan. En dan kreeg je dus een heel mooi geruwde, zachte deken. Ja. Nou, dat zou ik dan ook willen doen met mijn garen. En dat we dan uiteindelijk dat katoen gaan opruwen, waardoor eigenlijk die oorsprong van die plant, hè, van die katoenbol, weer tevoorschijn komt. Dus dat het hele zachte katoenen dekens worden. Omdat katoen ook echt veel zachter is dan wol eigenlijk. Dit is een heel mooi receptenboek voor stoffen van de firma Jellinghaus in Tilburg. Ja, kijk, je ziet hier inderdaad allerlei receptuur. Mooi rood. Ik ben van plan om dan het garen te ontwikkelen en dat uiteindelijk te gebruiken voor het weefsel, dus voor de dekens. Het is dan interessant dat als je helemaal vanaf het begin opbouwt, vanuit die ruwe katoenbol, dat je dan ook naar het verfproces gaat kijken. En omdat we met een natuurlijk materiaal werken, hè, dat katoen, zouden we het ook natuurlijk kunnen verven. Dus dan zijn die recepten heel interessant. Het Textielmuseum heeft een vrij grote collectie dekens en ook allerlei dingen die met dekenfabrikage te maken hebben. Dat bevond zich ook veel in Tilburg, hè? De beroemde AB-fabriek. Ja, hier zie je heel mooi die fijne, zachte gele kleuren. Dat hoort ook echt wel bij dekens. Met het natuurlijk verven is het wel heel mooi als dan ook die helderheid van die kleuren blijft bestaan. Ook interessant om te zien hoe dan zo'n tekening vervaagt eigenlijk tijdens het opruwen van die wollen dekens. The Textile Museum has a quite good collection of damask
pattern drawings. And here you see a drawing from the design of Kortenhorst around 1910 in the Art Nouveau style. For us, it's very interesting about these patterns, the geometric intricacy, how the patterns repeat themselves, and also how a relatively rough technique can show so much details and such a variation of motifs. Two famous factories of velour were in Eindhoven, Schellens, and Schellens and Marteau. These factories gave commissions to designers and in a sort of art deco style to design for them trijpen, velour. How is it going to inspire you with your project? Patterns have always this kind of narrative element. I think the inspiration for these graphics were also moving, so maybe we can get that back. I would like to bring this kind of relatively older techniques to a contemporary audience, and I'm interested in their reaction and their perception of it. You showed me the pictures of the famous 19th century photographer Edward Muybridge. Yes, he started to kind of break movement down into single frames and then quickly showing these frames one after another. And in the same way, today in fabric, you could easily change the weaving pattern on a jacquard weaving machine and weave a pattern slightly different from the one before. Maybe apply that to a piece of furniture, where then either you're literally going to see the pattern moving, or instead of having different panels that are all the same, you would have panels that change slightly from one to the other.